Wat we vandaag gaan doen, is heel erg gevaarlijk. In Minecraft Hardcore Survival. We zijn weer terug in de oude basis. Wauw, oh my god. Dit hebben we al heel lang niet meer gezien. Kijk, daar hebben we de trading hall. En we staan natuurlijk op de chest room. En het huis wat ik... Nooit heb afgemaakt of geredesigned. Terwijl ik dat al jaren roep. Ik kan helemaal niet dat ik dat jaren roep, trouwens. Want ik doe dit nog maar ongeveer 7 maanden. Vorige aflevering waren we bezig met villagers. Die speciale soort arrows konden traden. Dat heb ik dus eventjes verder gedaan. En we hebben nu dus een Fletcher Master. Met. Ba -ba 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 Arrows of instant damage 2. Het duurde me ongeveer anderhalf uur om dit dus te verkrijgen. Maar het is me wel gelukt. Dus ik moet eventjes wat emeralds verzamelen en wat arrows. Tenminste, ik had hier... Oh, dit zijn strength arrows. Die had ik al. Die lijken erop, want uh, die harming arrows die zijn ietsjes donkerder in de rood kleur. Even wat emeralds pakken. All right, ik ben wel heel benieuwd hoeveel damage we hiermee gaan doen. Hoeveel extra damage. Ik weet niet of je dat op een bepaalde manier kan testen... Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd. Oké, okay, we hebben nu 60 instant damage arrows. Volgens mij heeft hij nu al meteen gerefreshed. Kunnen we er meer halen? Maar het is wel even belangrijk dat we dus onthouden... ...dat we ook normale arrows in onze inventory willen houden. Want die arrows of harming, die werken dus niet met infinity. Dus die gaan wel op. Dus je moet altijd uh, normale arrows in je inventory houden. Maar hey, weet je, bijna twee stacks. Dat is best wel nice. Ik denk ook dat we het daar dan bij willen laten. Dan houden we dit gewoon zo in de inventory. En dan kunnen we gewoon... Uh, eerst schieten met alle instant damage arrows. En dan over naar de normale met infinity. Misschien is het je opgevallen. Ik heb een heleboel spullen in mijn inventory. Dat komt omdat uh, wat we vandaag gaan doen is heel gevaarlijk. Ik wil namelijk proberen een level 5 raid te overleven. En die raid die wil ik dus niet hier gaan doen. In mijn what, ja, nieuwe custom village, I guess. Ik denk dat ik die toch eventjes liever ergens anders heen haal. Uh, we hebben trouwens wel al een hele goede plek alvast om. Uh, bad Omen te krijgen, want wij hebben hier al heel lang een uh, pillager-toren. Wat super chill is. Maar ik weet ook al een tijdje van het bestaan van een village. Niet heel ver hier vandaan. Hier, we zijn er nu al. En deze gaan we dus eventjes helemaal preppen. Zorgen dat we uh, ons veilig voelen. En dat ook de villagers niet doodgaan. Als we hier dus een raid activeren. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is eventjes op de bel die daar ergens zou moeten zijn. En dan gaan we ze even allemaal insluiten zorgen dat dus de pillagers hier niet kunnen komen. Volgens mij heb ik trouwens deze village sowieso nooit geloot. Ik ben hier eigenlijk altijd wel gewoon langs gevlogen en Gaf er nooit echt iets om. Oké, okay, ga even volle paniek in je huis. Dan kan ik je even inbouwen en zo. Ja, ja, heel goed. Heel goed. Jij ook. Hoppatee, kijk eens aan. Perfect. Volgens mij kan nu alleen die, die heksen guy. Die met die gekke imps die hij overal naartoe kan sturen. Die kan alleen nog volgens mij damage doen. Want die kan zijn imps door muren heen sturen. Maar verder, alle andere soorten illagers guys. Die kunnen dus geen enkel kwaad meer doen. En dat is wel fijn. Wow, daar ligt hier gewoon een saddle. Super handig. Alhoewel, weet je wat? Nee, ik drop hem even. Want ik heb nu de inventory space daar niet voor. Ah, hier zit er één verstopt. Dat is nice. Dan hebben we er nu twee. Mm, hier zit dan ook niks. Ja, deze farmer guys, die gaan ook gewoon... Oeh, gave. Uh, Die gaan ook gewoon helemaal niet naar binnen. Uh, uh, volgens mij zitten ze uit de range van de bel. We hebben daar op de berg natuurlijk nog een paar guys. Maar volgens mij verstoppen die zich ook niet. En het zou wel fijn zijn. Al hebben we gewoon een paar villagers gewoon echt in safety in meerdere huisjes. Kom maar, ja, kom maar. Kom maar naar mij. Kom maar, kom maar villager. Ik weet dat je dit wil. Waarom praat ik tegen je alsof je een hond of een kat bent? Dat is volgens mij helemaal niet hoe die guys werken. <laughs> ik had het eigenlijk gewoon in de nacht moeten doen. Want dan gaan ze natuurlijk allemaal slapen. En dan kan je ze allemaal inbouwen, is best wel makkelijk. Kom op gast, ja, 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 ja. Let's go. Hij zit erin, perfect. Oké, okay, dus we hebben nu drie huisjes gesecured. We hebben hier een nitwit. Twee iron golems trouwens. Oh, dat is nieuw. Wacht, als ik nu op de bel druk, gaan jullie dan snel naar binnen? Go, 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 go. go. Oh, nee, je... hij wil naar het huisje wat al dicht zit. Oh, dat is echt heel zielig. Maar hier zitten er ook al twee. Ja, dat gaat niet werken. J jullie zitten al vol. Nou ja, als we dat gedaan hebben, dan wil ik dus ook eventjes wat extra iron golems uh, neerzetten. Oh, wacht eens. Huh? Hallo, ik dacht dat dit was hoe het werkte. Hoezo werkte het... Hé? Ik dacht dat het zo werkte met die... Oh! Ba pardon, waarom werkte het de eerste keer niet? Was het echt omdat er gewoon gras in de weg zat? Van die kleine dingen. Oké, okay, nou, whatever. Het maakt niet uit. We maken gewoon even een paar extra. Uh, gewoon zodat we. Ja, dat, dat gras zit inderdaad. Dat is heel flauw, zeg? Dat dat uitmaakt. Een paar extra gewoon, zodat ik me eventjes wat veiliger voel. Ik dacht ook, ik heb lava en TNT. Ik vind TNT misschien een beetje overbodig. Maar het is toch wel een soort geinig. Want stel, we zitten dan bijvoorbeeld een beetje op de high ground en we zien hier wat guys. Dan kunnen we het gewoon met TNT uh, erop schieten en dan hebben we gewoon een hele mooie explosie. Creëren we een mooi slagveld, dacht ik zo. Oh, en er zit hier ook een cave. En ik dacht dus, van wat nou als ze hier in de cave zitten beneden. Dan kan ik gewoon letterlijk TNT hierboven hangen. En dan kan ik dat laten vallen. En dan valt het waarschijnlijk op hun hoofd. En dan hebben we gewoon easy kills. Dus dan moeten we het gewoon eventjes zo bouwen dat er gewoon de TNT bijna altijd hierin valt. Dan moet ik ook even dit zo verhogen zodat het niet op dit randje valt. Perfect. Hé, hey, hier ligt er nu ook één te slapen. Dat is goed. Oh, oh, nee. Serieus, sloeg ik jou op? Nee! Nee, ik wilde je net inbouwen. Nee, dat is al. Dat meen je niet. Ik wilde hem rustig inbouwen, maar omdat ik... ah Oké, okay, je zag wat er was gebeurd. Ik hoef het niet eens uit te leggen. Dat is erg frustrerend. En waarom is dit opeens aan het overstromen? Hoe, hoe werkt dat? Was er nou net een blokje weggehaald door een enderman of zo? Heel gek. Oké, okay, whatever. Maar niet uit. We hebben nu in totaal zes Iron Golems. Want er waren er al twee en ik heb er vier geplaatst. Ik denk dat ik er nog één extra wil plaatsen. En ik bedacht me ook dat het misschien wel leuk was om van die sneeuwmannen neer te zetten. Die dan misschien de aggro kunnen pakken. Dat lijkt me ook nog wel een leuk detail. En ik wil sowieso een kleine veilige toren voor mezelf bouwen met granite. Waar ik gewoon kan zitten. Want you never know. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Of het fout gaat en zo. <laughs> ik wil gewoon eventjes een veilige plek hebben voor mezelf. Zo, zou dit safe genoeg zijn, denk je? Ik denk het wel. Dit is prima. En dan een beetje met van die hoekjes. Zodat we niet van alle kanten aangevallen kunnen worden. Zetten we hier ons bed neer. En ik weet wat je denkt, respawn point maakt niet heel veel uit Maar, ik heb het nodig voor de replay mod. Want de replay mod begint altijd waar je bedspan is gezet. <laughs> voor die extra zieke b-roll footage YouTuber dingen by the way. Ik heb eigenlijk alle spullen die ik nodig heb wel bij me. Ik heb trouwens een uh, paar regels voor mezelf gezegd. Ik wil maar één totem of een dying bij me dragen. Want dat vind ik al meer dan OP eigenlijk. En ik heb ook nog eens een notch apple, dus... Mocht het echt heel erg benauwd worden, dan kom ik er waarschijnlijk echt wel uit. Maar dan nog, ik weet niet hoe erg een level 5 raid is. Uh, ik weet niet hoe gevaarlijk het gaat zijn. Maar ik ben er wel echt oprecht helemaal klaar voor. Dus. Um... Laten we even die bad omen gaan fixen. En dat zou in theorie niet zo heel ingewikkeld moeten zijn. Je moet gewoon die banner guys even spotten en dan die guys killen en dan wachten. Dan moet je ze wel vinden, want ik zie nu alleen maar zonder. Is er hier niet trouwens loot gewoon in die toren? Ja, ik zie daar gewoon nog een kistje. Daar ben ik nog helemaal niet wezen kijken. Oh, hallo. <laughs> Heb jij een banner? Nee, oké, okay, helaas. Even kijken, wat zit hier in? Bottle of enchanting... Carrots, weed, string. Dat is niet heel bijzonder. Wat ik we nu wel opnieuw nu kan een tijdje hier bezig ben. Is dat het gewoon heel vervelend is om die guys met de banners te spotten. Gezien er zoveel bomen zijn overal. Uh, volgens mij weet ik nog een locatie met een andere toren. Wellicht is het daar makkelijker. Oké, okay, ja, misschien is de nieuwe locatie niet een heel goed idee. Gezien ze nu echt vet veel ruimte hebben om je te achtervolgen. Aan de andere kant. Ik bedoel. Misschien dat we die banner guys dus nu wel makkelijker kunnen spotten. Al zijn ze er, want ik zie er nu echt nul. Oh god. Ze hebben echt allemaal enchanted bows en alles. Maar ik blijf ze nu dus killen, zodat ze respawnen. En dan hopelijk spant er dan een met een banner. Dat is een beetje het idee nu. Ja, ik heb hem gespot. De eerste banner guy. Oh shit, nee wacht. Ik moet hem nu trouwens niet killen. Dat is super dom. Want het wordt nu nacht. Ah, uh, dat is vervelend. Want ik wilde hier even rustig slapen. Oh, dat was echt een beetje dom. Ik hoop dat ik nu gewoon niet, zeg maar, hem um, heb doodgemaakt. Want dat zou fijn zijn. Want als ik er meteen terugkom, dan is het oké. Okay. Yo, leef nog. Ah, uh, ik denk dat ik hem heb doodgemaakt. Dat is zuur. Want nu ben ik gewoon één kwijt. En dan moet ik het gewoon nog langer doen. Oh, maar daar is er één. Ja, 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 ja. Heel, heel goed. Oké. Okay. Pam. <hijs> Bom, there you go. Oké, okay, dat is bed omen level 1. <laughs> oh, zit er zitten echt allemaal achteraan. Dat is best wel eng. Ja, meneer nummer 2. Oeh, uh, niet te hard in de grond duiken, alsjeblieft. There you go. 1, 2. There you go. Dat is bed omen level 2. Ah, bender guy nummer 3. Kom maar door. There you go. Wat zou er in dat kistje zitten, trouwens? Een iron? Wat arrow? Oh man, dat is wel echt matige loot eigenlijk. Stel je voor, je gaat helemaal hier naartoe om voor de loot. En dan vind je dit. Oh, hey. Hallo. Uh, 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 uh. There you go. Dat is omen 4. Nog een Uno. Oh ja yeah, hoor. Daar is hij. Uh, uh, uh. There you go. Bad omen 5. Nice. Oké, okay, cool, 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 cool. Let's go. Alright, nu moeten we dus niet over een andere village vliegen. Want anders trekken we het namelijk op uh, de andere village waar we het dus niet willen uitvechten. Bijvoorbeeld daar. Dus dan moeten we even ruim omheen. Dat zou wel echt heel matig zijn als we er dan nu toch eentje triggeren, precies op een andere village. Al die voorbereiding voor niks moet ik heel snel even wat Iron Golems en zo gaan uh, plaatsen. Daar heb ik geen zin in. Oké, okay, dus voordat we hier ingaan, wil ik wel even zeggen: Trident! <laughs> Wacht, dat was helemaal niet het plan, maar ik wil hem wel even killen. Come on, serieus, geen extra Trident? Jammer. Voordat we hier ingaan wil ik wel heel eventjes zeggen dat ik dit echt niet doe om de serie te eindigen omdat ik dood wil of weet ik het allemaal wat. Ik wilde dit gewoon wel eventjes spannend maken. En ik doe het ook zeker niet voor de totems, want wat mij betreft gebruik ik nu mijn laatste totem ooit. Maar goed, we zijn er. Start die raid maar, wat mij betreft. Als je het even wil doen. Oh, yeah, there you go. Daar is hij. Oké, okay, even respawn point zetten, recording mode aan. Heel nice. Let's go. Oh, ze ringen de bel. Alleen de nitwits zitten buiten en de farmers ook. Ja, die farmers die kunnen me eigenlijk heel weinig schelen. Ik bedoel, ik heb mijn eigen village in de buurt. Ik hoorde hem echt heel erg in de verte. Die hoorn. Ik denk dat ze helemaal daar. Ja, daar zijn ze. Oké. Okay. <laughs> ik ben oprecht heel erg bang. <laughs> ik weet niet waarom. Ik wilde wel zoveel mogelijk een beetje melee combat gaan doen. Gewoon echt een beetje mezelf in de battle wikkelen. Dat leek me nog wel het spannendst, zeg maar. Maar ik ben ook wel een beetje bang dat het heel erg fout gaat op die manier. Zie je? Ik moet nu al eten. Oh, shit. Nee, de golem. Ik moet even de golem helpen. Dat is wel een goeie. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk golems levend houden. En volgens mij zijn ze nu al vastgezet ergens. Geen idee waar. Oh, hier. <laughs> dat is altijd met villagers trouwens. Dat als er een raid is gaande, dan, dan weten die dingen nooit meer waar ze zijn. Oh! Wait, ze kunnen de deur intrappen? Dat is echt zielig, bro. Niet doen. What the hell? Oh my god, wat wilde die doen? Heeft hij een villager gekilled? Het lijkt er wel op. Oké, okay, dat was wave 1, maar volgens mij echt van de 10 of zo. En we krijgen al die gekke wizards krijgen we nog. Oké, okay, raid nummer 2. Ze staan letterlijk voor mijn neus. Dat is chill, want dan kunnen we de iron golems lekker gebruiken. Ik ben natuurlijk ook geswitcht naar harming uh, arrows, want ik dacht hé, hey, dat is wel leuker. Eh, kom hier. Oh, die, die, die golem one-shot bijna alles. Alright, super chill man. Thanks. Hoppa, kijk hem gaan. Let's go. Ik heb natuurlijk nog extra iron. Dus dat kan ik natuurlijk gebruiken op het repareren van deze guys. Zo, even repareren. Check, check, check. Waar zijn ze? Poes! Nee! Oké, okay, ik moet deze poes beschermen. Dat is mijn taak voor vandaag. Oh shit, daar zijn ze. Wacht, kan ik dit doen? Werkt dit? Ik hoop dat het werkt. Let's go! Oh, wacht even! Ja! Oh shit. Dat was vet! Ja, oh, dat wil ik vaker doen. Ik ga vaker die TNT traps activeren. Al ben ik nu wel bang. Oh, ik heb het huis niet beschadigd daar, dat scheelt. Oh shit, hij spawnt in de muur? Oh, dat is wel echt heel relaxed eigenlijk voor die Ravager. Volgens mij. Maar de vraag is: kan die uit de muur komen of niet? Volgens mij niet. Volgens mij zit hij pittig vast. Oké, okay, ja, weet je prima. Als, als de game het zo heeft gedesigned, prima. Ik weet ook dat heel veel mensen trouwens nonsens op hadden over raid farms en dergelijke. Dat is niet helemaal mijn stijl. Ik bedoel, ik hoef geen totems of een dying constant te farmen. Want ik vond, uh, weet ik veel, zes of zo. Wat ik had al meer dan voldoende. Maar weet je wel, geinig om het toch even op deze manier te zien. Ik denk dat dit is hoe zo'n raidfarm daadwerkelijk werkt. Oké, okay, nieuwe wave. Ik heb de horns niet gehoord. Dus ik ga even omhoog glijden. Kijken of ik ze kan spotten. Maar het wordt ook donker. Oh, dat meen je niet. Oh, deze golem heeft problemen. Deze golem heeft problemen. Auw, 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 au, au, au. Oké, okay, bro. Rustig. Oh, we hebben witches. Dat is niet goed. Witches zijn een probleem. Uh, jij dood? Dank je. Gaan we hem even snel repareren, zo. There you go, easy. Bam en bam, there you go. Ik ben wel blij dat ik sharpness heb nu op mijn zwaard, want dat helpt zo erg. Als je nu met smite probeert een raid te doen, dan heb je een fout gemaakt. Want smite doet natuurlijk helemaal niks. Nieuwe wave, please niet voor mijn neus. Oh, oh, oké, okay, wacht. Die hebben wel een ravager en een jockey volgens mij ook erbij. Laat ik even een klein beetje high ground pakken, zou wel chill zijn. There you go. Het wordt donker. Oh, en ze hebben een magician. Yo, heel goed. Ga maar voor die magician guy. Lekker dan. Oh shit. Oh shit. Oh, hallo. Wacht. Ik heb een idee, maar het is een heel gevaarlijk idee. Yes. Ja, kom dan. Blijf, 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 blijf. Yo! Yeah. Nee, golem. What are you doing, man? Oh mijn god. De golem ging ook gewoon precies naast de TNT staan. Hoe stom ben je dan? Nee! Oh, dat is een probleem. Ik heb ik heb de golem geraakt. Zijn niet alle golems die boos op mij of is het die ene? Ik weet het niet zeker, maar hij is wel echt pittig boos. Oh shit, oh shit. Oké. Okay. Ah, nee. Ik weet, ik weet niet of ik nu nog fijner de grond kan aanraken. En er komen nu ook zombies bij en zo. Moet ik nu niet die golem finishen gewoon? Of zijn, is hij nog steeds boos? Hey, die ene lijkt pittig boos op mij. Nou, laat ik even kijken. Als ik hier nou heen loop. Komt er dan één achter me aan? Ik bedoel, volgens mij heeft hij zijn prioriteiten wel een beetje goed. En dat is natuurlijk dat hij voor die andere gaat. Maar. Oké, okay, dus deze is niet boos. Oké, okay, chill. Wow, dat was even wel het scare moment van de dag hoor als je een golem raakt. Die beesten zijn gevaarlijk. Ik weet niet eens waar de rate is. Oh hier. Oké, okay, chill. Whoop. There you go. There you go. En ik weet wat je denkt. Met een boog is het natuurlijk wel heel makkelijk. Aan de andere kant e eentje hier inspringen is natuurlijk ook niet heel slim. Weet je wat? Ik ga gewoon eventjes de strat doen. Op thee. Hij is niet boos toch? Oké, okay, nee. Ga maar. Ga. Go 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 go. Yeah. Go for it, dude. Let's go. Kill him. Oh, ah, hij is al weg. <laughs> dat was anti-climax. Ik dacht echt, hij gaat erin. Meteen alles killen, weet je wel. Loop. Nope. Bro, oh, ik weet niet eens waar de raid is. Volgens mij nog steeds. Oh shit. Wacht, volgens mij is een van mijn guys dood. Een van mijn golems. Oh nee. Waar is de wizard guy? Is dit de wizard guy? Nee, dit is niet de wizard guy. Creeper, ik heb ook geen zin in jou. Ik wil eigenlijk gewoon even slapen als de mag. Deze moet dood. Kill him. There you go. Oké, okay, dat was een level van de raid. Ik moet even slapen. Ik had toch niet vechten in de nachtgast. Ik ben heel bang, stiekem. Ik bedoel, de raids worden nu wel echt bizar. En dat, daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. Ik heb de TNT aangestoken. Whoops. Uh, Boe. Yeah, ik heb de wizard opgeblazen. Alles komt wel echt vol me af. Ik ben het meest bang voor die, voor die grote Ravager guys, eigenlijk. Of de wizards. De wizards kunnen me nu. Ho. Ho. Eet. Eet. Duncan eet. Ho. De wizards kunnen me veel damage doen. My good hey. Jeetje. Oké, okay, misschien moet ik Golden Apples gewoon even vast in mijn inventory houden. Dat is wel een idee. Oké, okay, wizard snipe. Where are the wizard at? Oh, hij zit op de Ravager. Vandaar, bro. Oké, okay, wacht. Dan moet ik hem even de rij zien te pikken. Of is hij al dood? Ik weet het niet. Ik hoor er nog één. Hier zo. Hop. Sterf. Sterf. Dank je. Oké, okay, hij is dan. Oh, ik zit wel in de pit. Oh. Zo. Jeetje. Dit is wel pittig hoor. Ik vind het oprecht wel pittig. Iron golem. Revive. There you go. Jij dood. Heel goed. Volgens mij krijg je daar geen bad omen van. Dat zou heel gek zijn. Oh, die hammer guys zijn natuurlijk ook heel intens. Oh, ren. Ik heb gelukkig nog wel mijn... Oeh. Ik heb gelukkig nog wel mijn... Dinges. Mijn uh, totem wil ik zeggen. Auw. Stop. Ik moet nog even healen. Ik moet meer healen. Ik heb maar half AP. Oh. Sterf. Waar zit die laatste magician? Hij is hier ergens toch? Of zijn die imps gewoon van iemand anders? Jij dood? Dank je. En jij dood? Dank je. En dan nog jij. Oh, die, uh, die magician was al dood. Ik weet even niet meer hoe ze heten. Hé, hey, een totem. Uh, whatever. Ik neem wel, wel gewoon mee. Niet dat ik hem mag hebben van mezelf. Maar goed, maakt niet uit. Maar dit is wel echt heel erg safe spelen hoor. <laughs> ik ben wel echt pussy mode aan het spelen. Maar aan de andere kant. Ik weet niet eens op welke wave zitten ze. Kijk hoe snel hij is, jongen. Dit is toch niet normaal? Hier, hij moet dood. Hij gaat, hij gaat getientied worden, de makker. Als ik mezelf maar niet raak. Dat zou heel vervelend zijn, namelijk. Oké, okay, yeah, we good. En dood. There you go. Oké, okay, de harming potions kicking in. Volgens mij heb ik echt al bijna mijn hele stacks er doorheen geschoten. Oh nee, nog niet eens één stack. Dat scheelt. Ze lijken een beetje in de war. Niet wetende waar ze naartoe moeten. Dat is gunstig, I guess. Alleen, volgens mij beginnen mijn golems het ook een beetje te begeven. Dus dan wordt het alleen maar op mij. En daar ben ik ook helemaal geen zin in eigenlijk. Ja, weet je wat, we gaan eventjes duiken naar hier. Kunnen we even makkelijker shots lossen op deze. Oh, nee, 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 nee. Waar is die magician dan? Ik zie hem toch niet. Oh my god, dit is zo vervelend. Hé we go. Hi. Oh, dit is goed. Ja, lekker, golem. Allright, weet je wat? Je hebt even wat iron verdiend. Kom, 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 kom. Yes, nice. Heel goed. Nee, niet de deur intrappen. Er zitten villager binnen. Stop, bro. Nee, nee. Zit er hier een villager binnen? Niet eens. Bro, wa waarom hebben we daar. Waarom drap je de deur ook in als er niks zit? Oh, veel emeralds hier trouwens. Nice. Oké, okay, daar zitten nog een paar. Ik heb in tijden echt niet meer zoveel stress gehad met Minecraft. Volgens mij, de eerste keer dat ik een raid deed, was ik ook echt heel erg gespannen. Maar toen had ik ook zoveel minder goede loot. En nu heb ik de loot van mijn leven. En nu ben ik nog steeds bang. Maar dat zegt ook wel iets over het level, weet je. Ik bedoel, vorige keer deed ik. Volgens mij level 2? Wil ik zeggen. Maar het kan ook erger zijn geweest. Oh, raid victory! Wait, we hebben het gedaan! Oh mijn god. Yo, Hero of the Village 5. Ik had niet door dat dit het al was. Ik heb ook gewoon maar één. Of nee, ik heb twee totems opgepakt. Oké, okay, ja, prima. Ik, uh, ik bewaar ze wel gewoon. Maar ik ga ze denk ik niet meer inzetten. Ik kan niet geloven dat ik het heb gedaan. Ondanks dat ik natuurlijk gewoon super safe heb gespeeld. Met mijn uh, pijlenboog. En, en alle harming arrows en de Golden Apples. Ik bedoel, ik heb mijn totem niet gepopt. Ik heb mijn Notch Apple niet gepopt. Ik heb eigenlijk ook niet eens mijn netherite chestplate gedaan. Maar ik ben best wel close geweest tot doodgaan alsnog. Volgens mij ongeveer rond de twee hartjes. Dus I guess het was een goede battle. Als jullie trouwens iets moeilijkers weten. En je wil mij uitdagen voor een, uh, weet ik veel, een lastige onmogelijke death challenge. Dan ben ik toch best wel benieuwd uh, waar wat jullie kunnen bedenken. Maar voor mijn gevoel is dit een van de lastigste dingen in de game om te beaten. Ik denk zelfs dat het moeilijker is om te overleven dan de wither. Gewoon omdat de wither is natuurlijk wel heftig. Vooral als je hem gewoon vrij laat rondvliegen in de overworld. Maar ik heb het idee dat dit meer chaotisch is ofzo. Het, het kan heel erg overweldigend zijn, zoveel zo, zo mobs. I don't know. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan denken. Ik hoop dat jullie uh, hebben genoten van deze video. Als je het leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video. Peace out.